nog maar eens de lijst afwezigen. Clark, Salter, Moussonda, Darvalou, Gong, Berends, Clark en Telander. Zij zijn er allemaal niet bij. Buiting wil, maar die is ook niet helemaal op zijn fris. Die zit op de bank. De basisformatie van Vitesse, ja, die herbergt toch behoorlijk wat kwaliteit. Nijhuis, zoals gezegd, de scheidsrechter van FC Groningen. Ja, voor die opstelling kun je eigenlijk vrij kort zijn. Want Buijs heeft geen enkele aanleiding gezien om iets te veranderen in zijn ploeg. Dus starten dezelfde 11 mensen als afgelopen zaterdag. Naar Buiting. Voor hem is het sowieso al een prachtseizoen geworden. Het seizoen was een doorbraak. 7 doelpunten gemaakt. Maar dus last van de Lies. Hoekschot van Doan. 3/4 minuut onderweg. Als die bal een beetje blijft liggen. Dadelijk kan worden weggewerkt. Handwerker oppassen met een jagende Eudegaard in de buurt. Reis liet zich aan. Nu een jagend Vitesse. Reis is blijven hangen. En glijdt ook nog weg. Kant Vitesse. Doelpunt Vitesse. Eudegaard. 1 minuut en 8 seconden onderweg. Martin Eudegaard met de 1-0. En hij bijt op zijn shirt. Slaat zichzelf spreekwoordelijk voor de kop. Veljagend, Serrero. Dan een beetje ongecontroleerd naar voren getrapt door Reis. Die dan ook nog wegglipt. En dan kan die Eudegaard al helemaal niet meer achterhalen. En Eudegaard blijft rustig. Oog in oog met Pat. Ja, het is nu aan Groningen natuurlijk. Het is voordeel Vitesse. Door die uitgoal. Bijna Doan. Maar Doekie. Zat daar nog tussen. Nu over de as van het veld. De ruimte voor Eudegaard. Matafs die uitwijkt naar de linkerkant. Eudegaard. Matafs. Niet helemaal vol geraakt door Matafs. Ook niet meer aangeraakt door Te Wierik. Al lijkt dat er misschien wel op. Want de bal niet helemaal lekker geraakt door Matafs. Serrero. Eudegaard hard in de rug gelopen door Memisevic. Voordeel Vitesse. Gebaard Nijhuis. Brian Linssen. Buettner. Buettner moet Zeefuik daar oppassen. En de voorzet is scherp genoeg van Buettner. Karavajev de bal opgepikt. Makkelijk langs Warmerdam. Karavajev. En weer net niet voor Vitesse. In dit geval Matafs. Kwart is duidelijk voor Vitesse geweest. Dauda. Eudegaard. Hij is voor zich. Eudegaard. Beweging bij Matafs onder andere. Bij de tweede paal. Een enorme kans. Maar de reflex van Pat voorkomt de 2-0. De bal wordt nog even getoucheerd. En Linssen was eigenlijk al onderweg. Een fijne paas dit van Martin Eudegaard. Geen club in Nederland nam zo vaak deel aan de Europese play-offs als FC Groningen. 11 keer maar liefst. Andere statistiek nog nooit. Won de laagst geclasseerde club. Aan de reguliere stand van de Eredivisie. Die play-offs. Dat was dus een slecht voorteken voor Groningen. Hier is Mai. Het meest dreigende moment van FC Groningen tot nu toe. Eudegaard snijdt Warmerdam de pas af. Steekballetje van Eudegaard. Ach, wat een schitterende goal. Wat een doelpunt van Vitesse. Van een paas vooral. Maar dan had Matafs wel wat te doen, hè. Het begint bij het wat onfortuinlijke uitverdedigen van FC Groningen. Maar Eudegaard toch ook wel een heel goed gevoel heeft waar die bal uiteindelijk terecht zou kunnen komen. Namelijk daar. Dan is dit de pas waarmee hij afsnijdt. En deze bal werd het niet buitenspel. Opgeheven, denk ik, net aan door Zeefuik. En dan glijdt hij hem, ja, het doet wel ergens aan denken. 31 jaar geleden in Hamburg. Het is een andere orde van grootte. Neem niet weg dat het bijzonder fraai wordt uitgespeeld door Vitesse. En inderdaad blijft het doelpunt staan, is het 2-0. Ja, hoewel, dat klinkt gek, Groningen niet zoveel te vertellen heeft gehad in het eerste half uur in Gelderdoom. Hoeft de ploeg van Buijs natuurlijk ook nog niet te wanhopen, want met één goal
Wacht als op een verlenging. Ødegaard. Daar gaat hij weer. Ødegaard. Drie man laat hij achter zich. En dan een corner. Hij is even niet te houden in het eerste half uur. De hoekschop nu van Ødegaard. En 3-0. Weer Matas. En weer Ødegaard, de man van de assist. Het gaat wel heel hard nu. Iets meer dan een half uur onderweg. Vitesse dendert over Groningen heen. Aan de hand van Ødegaard en Matas. Het is een merkwaardig spel. Want Groningen was echt een stukje beter dan Vitesse vier dagen nog maar geleden. Het heeft werkelijk niets in te brengen tot nu toe. Kijken wat er gebeurt daar met Buettner en Rijs. Ja, Buettner houdt er nog rekening mee dat die bal over Matas valt. Zwaait wat met de hand. Die hand eindigt in het gezicht van Rijs. Daar heeft Rijs behoorlijk wat last van. En Nijhuis maakt er geen aanstalt om bij de monitor te gaan kijken. En dus is het inderdaad 3-0 voor Vitesse. Weer een vrij schop van Ødegaard. Weer scherp en weer is het bijna raak. Groningen valt werkelijk helemaal uit elkaar daar achterin met die organisatie. Want er staan daar niet één, niet twee, maar een stuk of 3-4 oog in oog met Pat. Handwerk. Sierhuis, Sierhuis! En dat is echt een serieuze kans voor Groningen. Dat is een Vitesse daar even stond te pitten. Knappe reactie van Pasveer. Die zeer overtuigend de rol in de goal heeft overgenomen van Eduardo. En daar komt Ødegaard alweer. De eerste actie van de tweede helft. Ødegaard. Dauda krijgt de bal tegen de arm. Ja, dan is het geen voordeel meer. Al kan hij er niet zo gek van aan doen natuurlijk. Navajev, Serrero versnelt met die aanname. Dat is goed gedaan door de Zuid-Afrikaan. Matas geen buitenspel. Versnelt ook. Maar Zeefuik is natuurlijk ook eraf. Een goede aanval. Goede snelle aanval van Vitesse. Andermaal aan het begin van de tweede helft. Weer een ongelukkig moment van Rijs. Dat is niet zijn eerste. Ødegaard heeft hem voor zijn rechter. Ødegaard kiest voor het paasje. Ødegaard van de Werf. Doelpunt 4-0. Buitenspel. Vlag omhoog. Gaat niet door de treffer van Linssen. Die schuldbewust bij de situatie wegloopt. Grensrechter wachtte met het omhoogsteken van de vlag. Totdat die bal in het net lag. Dat moet hij ook doen. Want anders kan de VAR niks meer mee. Nu wel. Nu zal de VAR het rustig gaan bekijken. Of het inderdaad buitenspel is. Van der Werf. Het is moeilijk te zien of hij daar buitenspel staat. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Linssen. Ja. Niet echt bewijs aan te dragen dat die assistent-scheidsrechter ongelijk heeft. En dus blijft de call staan. Ødegaard. Ødegaard. Bal blijft wat liggen. Hakje dan. Nog een schot. En geen 4-0. Sierhuis op de doellijn. Houdt het nog een beetje spannend. Maar Groningen weet het in ieder geval in die openingsfase van de tweede helft nog niet op te draaien in Arnhem. Sterker nog, de kansen blijven zich opstapelen voor Vitesse. Daar gaat Handwerker. Voor hem komt Rustić. Een gladon voor Rijs. Dat betekent dat Groningen echt heel veel risico gaat nemen. Ze hebben er twee nodig. En dan mag Vitesse er geen één meer maken. Om de finale nog te halen. Dauda. Karavajev onderweg. Niemand eigenlijk in de punt van de aanval. Dus moet het in deze combinatie. Kan dat natuurlijk zo ook. Ødegaard die wandelt er zo doorheen. De wedstrijd voor Tim Matas zit erop. Twee goals. En dat terwijl hij ver verwijderd is van de 100%. Zo gaf hij zelf vooraf aan.
Maar een hoofdrol dus. Voor Matas. Vervangen door Buiting. Het ziet er heel flitsend en vloeiend uit allemaal. Eudegaard wordt even opgehouden daar en pontje gehaakt. Ja, het is bekend van Nijhuis die af en toe wel eens wil doorslaan in het doorlaten voetbal in zijn wedstrijd. Maar goed, hier is Buiting. Dan was dat uiteindelijk nog een voortreffelijke beslissing van die Nijhuis. Vanuit de Vitesse perspectief bezien. Want daar was alweer de volgende kans. Inmiddels is hier glad op. Rustic aangesloten. Rustic met zijn linker bijna op het hoofd van Sierhuis. De reflex van Pasveer. Ja, maakt hij daar contact? Sierhuis, dan is het 3-1. En dan heb je wellicht een wat ander momentum in deze wedstrijd. Van der Werf helemaal vrij. En de paal. Maar weer eens een spelervatting van Eudegaard. Het is niet normaal. Hoe vaak Groningen in deze situaties eigenlijk staat te kijken naar de situatie die ontstaat. Eudegaard. Maken het allemaal wel heel bont en speels. Buettner en Eudegaard. Ali met de overtreding, maar het voordeel voor Groningen. El Hankouri. Zou dit het moment zijn dat Groningen weer terugkeert in deze wedstrijd? El Hankouri. Dat zou zomaar kunnen. Sterker nog, dat is het geval. Het is 3-1. En waar Vitesse misschien wel 8-9 kansen heeft laten liggen. Is Groningen nu helemaal terug in deze tweekamp. Dus nog één keer. Nemisevic richting Sierhuis. Sierhuis die zijn lichaam gebruikt. Sierhuis nog in het duel. Daar kan het nog. Gladon. Pas weer. Daar was dat ene moment dat Groningen het nog had kunnen doen. Maar dat staat Pas weer niet toe. En het zou echt de wereld op zijn kop zijn geweest. Maar het had gekund. En nu is het gedaan. Het laatste fluitsignaal van Nijhuis. Opluchting, tevredenheid. En toch ook wel trots over de geleverde prestatie bij Vitesse. Dat het na een hele matige wedstrijd in Groningen aan de hand van deze geweldenaar in het eigen stadion helemaal weet om te draaien. En met de 3-1 is Groningen daar buitengewoon genadig vanaf gekomen. Want wat heeft Vitesse een kansen gehad zich deze avond.